Hallo en welkom bij deze videotutorial over Dropbox. Ik ga je in deze video kort uitleggen hoe je je bestanden online bewaart en hoe je daar ook weer aan kan van op eender welke computer of zelfs van op je smartphone. Ik ga daarvoor Dropbox gebruiken, dat is een soort online bewaarkastje voor je bestanden. En je vindt die op www.dropbox.com. Nu, als je een account hebt op Dropbox, kan je daar van op eender welke computer aan. Bijvoorbeeld als je op de computer van een vriend bent, kan je daar vrij makkelijk, je ziet hier allerlei fotootjes staan. Dit zijn bestanden die ik een tijd geleden heb opgeladen. Je kan die downloaden, je kan ook nieuwe bestanden opladen. Maar dat is eerlijk gezegd niet de makkelijkste manier om met Dropbox te werken. Zeker niet als je het wil gebruiken als bijvoorbeeld een doorgeefluik voor je werkcomputer en je eigen computer. Dus daarom ga ik hier Dropbox downloaden. Zo. En eens dat bestand is opgeslagen, kan je hier gewoon het exe-bestandje openen. We gaan hier even de installatieprocedure door. En als je nog geen account hebt, dan kan je hier best dat eerste optietje gebruiken. Dan krijg je een heel lang formuliertje om in te vullen. Maar ik heb al een account, dus ik ga voor optie 2. Geef misschien ook nog je computernaam in. Zo, klik op Next. En met een beetje geluk wordt er dan met je Dropbox gelinkt. We gaan hier uiteraard voor de gratis optie, want zo zijn we. En dan ga je hier nog een kleine tutorial door. En het eerste dat je hier nu tegenkomt is je nieuwe Dropbox folder. Die staat in Windows in Mijn Documenten. En zoals je ziet, hij is nu bezig met te synchroniseren. Wat die Dropbox folder doet, is een map maken op jouw computer die ten allen tijde, of toch tenminste als je met het internet verbonden bent, die gaat dan altijd synchroniseren met de Dropbox Online. Dus als je op je werk een artikeltje in je Dropbox zet en je opent daarna als je thuiskomt je computer hier, dan gaat hij even, hij is nog altijd aan het werken, je ziet hem hier bezig. En als hij klaar is met synchroniseren, dan staat dat artikeltje ook in jouw map op jouw thuiscomputer. Dropbox zal ook automatisch een icoontje op je desktop zetten. En van zodra je op dat icoontje klikt, springt die nieuwe map open. Zo. Het grote voordeel van Dropbox is nu dat je effectief een map krijgt op je computer. En je kan er dus ook mee doen wat je met een normale map zou doen. Je kan daar een nieuwe folder insteken, je kan daar dingen uit deleten door gewoon op de delete-knop te duwen bijvoorbeeld. Je kan er ook dingen naartoe slepen. Ik heb hier bijvoorbeeld een artikeltje. Als ik dat daar gewoon naartoe sleep, dan komt dat meteen op de Dropbox terecht. Dat zijn de belangrijkste functies van Dropbox en zoals je ziet is het helemaal niet moeilijk. Dus succes ermee!